onze hulp en onze verwachting, stalken die af ons uur in de naam van de Heer en der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting was die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Here, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 126. En daarvan het eerste en het derde vers. Wanneer de Heere uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheen ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven zeer een naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heere heeft hen wat groots gedaan. En het derde, die hier bedrukt, met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die zaal bracht dat men zaaien zal, dat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal, zonder rand te schoven, eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich ter goede uur zijn schoven dragen in de schuur. Dat is het eerste en het derde van Psalm 126.
voorafgaande aan de schriftlezing doen wij ook in dit avonduur in gemeenschap met allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus hebben lief gehad. Belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten we de rechterhand God, het almachtige Vader, van waar hij komt, en zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Uit het boek der Psalmen. Aanslagend 84. Mogen wij samen bepaald worden bij het boek der Psalmen en daaruit de 84ste. Als de schriftlezing in dit avontuur. Psalm 84. Waar God dierbaar en onfeilbaar wordt, al de staat opgetekend. Voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelf vindt de mus een huis. En de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongstjes legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn Koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk. Sela. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is. In welke hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hem gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hem zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God Jacobs. Sela. O God, ontschil, zie en aanschouw het aangezicht uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever de dorpel in het huis mijn God te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want voor de Heer is een zon en schild. De Heer zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden. Dengene die in oprechtheid wandelen, Heere der Heerscharen. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Tot zover de schriftlezing. Grootmoedig ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, leer ons allen verstaan dat uw woord
de teerkost is voor de weg en naar het eeuwig huis des Vaders voor uw kerk, de reizende kerk op reis, teerkost, voedsel voor onderweg, uw woord. Leer ons, Heere, dat alleen de Heilige Schrift teerkost is, maar dat het de Heilige Geest is die de honger heeft naar dat voedsel. Dat het uw lieve Geest is en die er ook alleen de smaak van geeft, van die teerkost. Heere, want zo is het toch wat staat opgetekend in de schriften. Waar wordt gesproken over de onmisbaarheid van uw heilig woord en getuigenis. Waarvan de dichter opmerkt dat, al zou u nou alles moeten missen, dat toch een hart en zinnen streelt. Tegelijkertijd, alleen door uw geest zal het geschieden. Alles geschieden. Heere, en die twee, dat komt de kerk al de weet, die twee moeten het samen doen. Dan is er voedsel, nou kan niemand ontkennen ook vanavond, dat er voedsel is, niemand kan dat ontkennen. Dat voedsel is er, maar heren, nou is er een volk op aarde, dat het toch wel eens moest zeggen, heren, daar ligt dat voedsel, maar kan er niet bij. Ik weet dat het er is, en ik kan het er niet van nemen. En dan hoor ik het. Ik heb er geen smaak voor. Ik ben zo smakeloos mens. Zo leeg. Zo dood. Er smaakt mij niets. Heren, dan is het toch alleen door uw geest dat er weer brood gegeten zal kunnen worden met smaak en met kracht voor de ziel. En dat zouden we willen bidden in dit avontuur, als u ons hier weer zo samenbrengt. Het woord mag er zijn, mag er zijn. Maar we zijn hier als het voedsel, maar heren, dat we niet voor de proviantkast, om zo te zeggen, zouden sterven van de honger. Want dat is het ergste wat er is. En daarvan spreekt ook Amos in dat 8e hoofdstuk. En dat ziet toch op een toestand van het volk, heren, waarvan we wel eens bang zijn dat het ook ons volk zal gaan treffen. Een volk immers dat zo beweldadig is. De eeuwen door keer op keer opgezocht. Je hebt toch eeuwenlang uw wandelingen onder ons gehouden. Er is een volk geweest dat hoger mocht opgeven van u en van uw dienst. Maar heren, wanneer dan een volk dat alles gaat vertrappen, vertreden en als niet achter. Dan kan er een tijd komen dat wanneer die mens dan geen honger heeft en het voedsel laat liggen, u het om gaat keren. En het voedsel wel geeft, maar de honger onthoudt. Of de honger geeft, maar er is geen voedsel meer. Dat kan allemaal zijn, of het een of het ander, maar niet meer samen. Niet meer samen. Nu is er nog voedsel, maar geen honger. Straks zal de honger zijn, maar geen voedsel. Heren, dat zal wat wezen, dat zoals er omschreven, maar geen bediening meer. Geen bediening meer, mogen we u vragen. Wilt u het nog geven, allebei? Heilige Schrift, Heilige Geest. En voedsel. En de smaak en de kracht eruit en daarin. Heren, en dat voor een volk dat niet verdiend heeft. Een volk dat als het wat vraagt, nog nauwelijks beseft wat het vraagt. Want als het dood is, dan is het dood en dan is er geen enkel besef meer. Alleen nog dat ene besef, wil het nog goed komen, wil het nog verder gaan. Dan zal het toch van de hemel moeten geschieden. Want zo is het begonnen, de hemel moest er aan te pas komen. Dat we niet verloren zouden gaan. Maar willen we nou behouden worden bij de voortgang, dan moet opnieuw de hemel eraan te pas komen. En heren, dan kan het van de hemel nooit meer. En alleen door de hemel gaat het op weg naar de hemel. Om in die hemel te zijn, in een eeuwig verhemeld. Dat is een verheerlijk leven.
dan zal het er altijd zijn geen smart meer, geen honger meer, geen dorst meer, maar volmaakt in u verslonden. Hier is het nog, ach, en dan zouden we zo uit ons vlees sprekend willen zeggen, hier is het nog maar wat tobbe, alsof u hier een weg hebt die nou niet precies is zoals het volgens ons zou moeten, straks dan wel, maar hier doet u het nog niet goed, Heren. Wat leeft dat toch vaak in ons hart? Hier doet u het nog niet goed. Wat is het toch allemaal moeilijk? Wat is het toch een getop? En wat staan we er vaak buiten en dat kunt u niet bekijken, hoe komt het nou allemaal? Wat klinkt daar dat verwijt hierin op tot u? Heren, maar dan gewoon ook vanavond maar weer eens leren wat we iedere dag moeten leren, wat we nooit hier zullen leren, totdat we sterven, afgeleerd en afbekeerd. Dit, zonder mij kunt gij niks doen. En dan maar één ding om u altijd nodig te hebben. Maar ook daar is genade voor nodig. Genade om genade te vragen en genade te verkrijgen. Ziet al op u, blijft al op u wachten. Volkomen afhankelijk. Maar een volkomen God. En daarom komt de kerk ook daar. Heren, wilt u het vanavond nog doen? En zou u dat niet doen? Wie zou er dan in niemand dorp het hoofd buigen? Wie zou dan zeggen, hij is God. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Heren, we moeten bang zijn als het gebeurt dat u aan ons voorbij gaat, dat we weer gaan mopperen, grommen en brommen op u, direct of indirect. Want u krijgt nog altijd de schuld. En het grootste wonder is dat u in Christus de schuld ook hebt geëigend. En die schuld voor uw kerk hebt willen afbetalen. Door God aan God betaald. En zo God met God bevredigd. En in die weg een zondaarsvolk zalig. Met de drie ene God verzoend. Eeuwen wonder. Daar kennis aan te krijgen. Daar de smaak van te krijgen. Daarvoor ingewonnen te worden. Daarin meegenomen te worden. En zomaar eens thuis te mogen komen op uw tijd. Ook dat, alles. Zoals u dat wil, zoals u dat belieft, Heren, zou u dan willen komen? Hier nog wandelen? Staat in de schrift dat Christus wandelt te midden van de kandelaar. Dat u ook daar die lonte snuit, mogen we geloven, dus knipt, afsnijdt. Of als ze weer helder zullen branden, dus het moet gesneden worden. Heer, als u zo uw wandelingen onder ons houdt, snijdend, afbrekend, en dan te mogen geloven dat nou profijtelijk is voor de gemeente, voor de ziel, wilt u alles schenken wat we niet begrijpen. En we begrijpen niet, zult u dus alles schenken. Alles, Heren, wat nodig is en alles is nodig, om straks die eeuwigheid aan te kunnen doen, zonder verschrikken, voor de rechten van alle vlees te verschijnen. Niet op losse gronden, niet op droggronden af te reizen, naar een nimmer eindigende, maar wel alles beslissende eeuwigheid. Het moet waar zijn in het binnenste. Het moet voldoende zijn. Het moet geen half werk zijn. Dat doen wij. Geen driekwart werk. Dat doen wij ook allemaal nog. Maar een volkomen werk. En dat is uw werk. En nogthans niet verplicht. We willen het ook doen uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Heere, gedenk ons zo allen tezamen. Wilt u komen? Het zou eeuwig groot zijn. Wilt u niet komen? U zult daar uw goddelijke bedoelingen mee hebben. In alle opzichten u achteraan te mogen komen. Wilt u dat nog geven? En nochtans, u kunt toch ook niet nalaten. Wilt u zich niet achterhouden, alstublieft. Wilt u gedenken, Heer, in spreken en in luisteren, hier en thuis. En mag het alles uitlopen op de verheerlijking van uw grote, rommelige, driemaal heilige naam. En dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De reis van de kerkgemeente. De reis van de kerk. Psalm 84, vers 7 en 8 spreken ons van die reis. Waar we lezen in de genoemde verzen, dat is 7 en 8. Gods lieve woord, ons tekstwoord, als volgt. Als hij door het dal der
moet bij die bomen doorgaan. Stellen ze hem tot de fontein, ook zal de regen hem gaan ze rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En die geluk van hem zal verschijnen voor God in Sion. Tot zover de reis van Gods kerk, geliefde. Dan wordt er allereerst gesproken over het reisgebied. Het gebied waar dat volk doorheen trekt. Als zij door het dal der moerbezienbomen doorgaan. Ten tweede over de wijze waarop er wordt gereisd. De manier, de reiswijze. Allereerst dus het reisgebied en dan de reiswijze. Stellen zij hem tot een fontein, ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. En als derde, het reisdoel. Einddoel van de reis, waar het heen gaat. Waarheen reist gij? Einddoel. Iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Einddoel van de reis is God. De reis van Gods kerkgeliefde, het reisgebied, de reiswijze en het reisdoel. Wilde van deze psalm nu ook zingen? U wordt gelegenheid gegeven de uitreiking van uw liefdegaven. Zingen wij van 84. Daarvan het derde en het vierde vers. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Spreek hem, hij heet de middagzon, in het moer bij dal, gij zijt hun bron en stort op hen een milde regen. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht, zijt voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. En wat er verder volgt. 3 en 4 van Psalm 84. Thank you.
Gemeente, het reisgebied waar de kerk doorheen trekt. De vraag wordt gesteld: wie zijn die wandelaars? Wat zijn dat voor mensen? Ja, die wandelaars dus op de smalle weg. Door de poort die toegang geeft tot Jeruzalem dat boven is. Die wandelaars, wat zijn dat voor mensen? Het antwoord dat wij horen uit de Bijbel is dit antwoord: dat zijn de uitverkorenen. Uitverkorenen. En dat brengt ons, om zo te zeggen, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar God bij zichzelf te raden gaande een volk heeft verkoren uitgekozen. Ach, dat vaderlijke, hè, zeg nou eens eerlijk. Nee, het moest niet hoor, maar het was een goddelijke wille, een goddelijke welbehagen. Het moest niet, het mocht, vrije gunst. Maar toch wonderlijk of niet, dat vaderlijke, ja, dat vraagt naar dat kinderlijke. En al had de vader een kind, zijn eeuwig schoot en wonderlijk in Christus Jezus, die tweede persoon van het drieënige goddelijk wezen. Hij was niet zonder kind en hij kwam niets tekort, met eerbied gesproken. En toch, dat vaderlijke, dat wilde nog meer kinderen. Ja. We zouden kunnen zeggen, misschien mogen we het zo zeggen. Ook in de veelheid van de kinderen ligt toch ook des vaders heerlijkheid. De vader wil de kinderen van eeuwigheid verkoren. Getal bij hen bekend. Waarvan de beleiding zegt: niet beter dan anderen die God voorbij gegaan is. Uitverkoren eeuwig wonder. Dat is de kerk die daar wandelt op de smalle weg. Door het reisgebied, deze wereld. U zegt misschien maar, dat is een schone belijdenis en het is ongetwijfeld ook waar. Maar wat kan een mens daar nou verder mee? Dat moeten we niet te snel zeggen. De kerk hoort namelijk van Petrus: maak uw roeping en verkiezing vast. En voort dat mag weten van eeuwigheid verkoren te zijn. Dat mag weten in die handpalmen te zijn gegraveerd. Dat mag weten
daarvan nou nooit hem zal verlaten, nooit zal begeven. Dat wil ik toch zeggen. En dan moet u niet zeggen, ja, maar een enkel, wat weet u nou van een enkeling? Praat Petrus ook niet over. Maak uw roeping, volk en verkiezing vast. Daar geeft een vaste gang. Hoort u wel? Een vaste gang door het leven Gods kinderen van onze, vooral in onze dagen. Ja, spijt me dat ik het zeg, geldt maar voor mij en misschien wel voor meerdere, maar het is net met de wind buiten of met het weer buiten, stam, dat is hier en als het rustig buiten is, rustig hier. Op en neer met de golven, eb en vloed. Jawel, maar wat is nou het meest profijtelijke voor de kerk? Een vaste gang. Voor de kerk die het vastgemaakt heeft. Daarom dat toch zomaar gezegd, geliefde. En dat komt openbaar. Uitverkoren in die daad van levendmaking. Dat is tweede, als we zeggen, wie lopen daar op die weg? Dat zijn dus de levend gemaakte. Die weten van dat wonder in hun leven van dood, levend gemaakt. Dat is wat de Bijbel noemt een opstanding uit de doden. Dat is geen uithoek geschied. Daar is kennis van verkregen. Er worden duizendmaal betwijfeld. De duivel zit ook niet stil. Maar niets kan dat geen enkel leed ook uit mijn geheugen wissen. Levend maken de daad voltrokken. Weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je de dood thuis. Als God levend gemaakt is, krijg je de dood thuis. Moet sterven, dan kun je sterven. Een derde, de uitverkoren. Dan ook, kan niet anders, wederom geboren levend gemaakt. En het derde dan bekeerd. Dat is omgekeerd met nu de rug naar de wereld. En het aangezicht tot God. Dat is de omkeer. En dat wordt gevolgd door een weg. Die nu bewandeld gaat worden. En weg terug. En naar God. En daar hebben we het dan vanavond over. Over die mensen. Die omgekeerd zijn. En nu terugwandelen. Terugwandelen. Naar het vaderhart van God. Om daar eeuwig in gehuisvest te worden. Dat is de kerk waar we over spreken. En de zucht dat ik bij die kerk mag horen. Dus dat zijn ze. En die gaan door de wereld het reisgebied. Er staat hier door het dal der moerbeziebomen. In het Hebreeuws staat daar het woord Baka. Dus wij vertalen het als volgt, als zij door het dal van Baka, en dat betekent tranen, als zij door het dal der tranen, als zij door het tranendal gaan. En daar hebt u dan het reisgebied voor de kerk, Baka's vallei, tranendal. Dat is het reisgebied, let wel gemeente van Numansdorp. Natuurlijk is voor alle mensen de wereld het reisgebied. Dat is evident. Maar is dus wel de vraag. Wat voor een reisgebied dat is in uw ogen en in uw beleving. Wat voor de een de hoogste lust is, is voor een ander een kwelling. En daar gaat het over nou is voor de kerk deze wereld dat reisgebied geworden. Baka's vallei. Tranen dan. U zegt mis. Dat is voor iedereen zo. Want alle mensen gaan hier gedrukt door zoveel moeite en zorgen. Er is geen oog dat onbetraand straks te rusten wordt gelegd in de schoot der aarde. Allen hebben hun tranen gekend. Het zijn droge tranen, het zijn natte tranen. Het zijn veel of weinig, maar gekend heeft ieder mens. Eenderlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Voor allen dus een tranendal. Jawel, het gaat hier om, geliefde, wat voor tranen dat zijn. Wat voor tranen dat zijn en uit welke droefheid die geschreid zijn. Daar gaat het over en dat bepaalt of het voor ons ook een tranendal is
Maak als verleid ons. Hier staat in die 84e psalm. Geliefde, wat is er dan gebeurd in je leven? Wil de wereld dat worden? Want dat is de wereld niet. De wereld is voor ieder natuurlijk, en dat betekent in dit geval in Adam gevallen, mens in zijn natuurstaat, is van nature een oord van vermaak, een oord van winstgeving, een oord van bevrediging van de zinnen, een oord om uw hart aan op te halen, uw oog in te verlustigen en nog veel meer. Een oord waar u langs, liefst altijd, maar dat kan niet helaas, zou willen blijven. Niet anders doen dan de tijd dat u hier bent verlengen en veraangenamen is het streven van ieder mensenkind. Hij zegt dus, hier beneden is het ware leven. Niet altijd even makkelijk, zal snel voorbij, maar toch. Hier beneden is het. En dat gaat veranderen wanneer? Als de geest Gods onze blinde zielsogen gaat openen. Let wel, dat is wat anders dan dat wij weten verstandelijk en van huis uit dat er natuurlijk iets anders is. En het grote gevaar, ik wil u eerlijk behandelen, is dat wij nou dat zo vaak horen, dat we daar wel enige mate mee gaan rekenen. Zonder dat we het ooit gezien hebben. Dat we wel gaan bedenken dat er een hemel en een hel is. Dat leven dus niet een pretje is waarin toch iets zou moeten gebeuren. Ja, maar voor het verstand en voor de inbeelding kan dat allemaal zo zijn. Maar de vraag is het in waarheid in ons leven zo geworden? Dat we de wereld zo hebben leren zien. Ook niet anders meer. Niet anders meer kunnen zien dan Baka's verleid. Tranendal, dat alleen geliefde, als de geest Gods onze ogen gaat openen. En laat zien, weet u wat er dan gebeurt? Dan is het met mij gebeurd. Dan is het voorbij. Dan is er nog maar één ding. Als God je ogen opent, dan zie je nog alleen een rechtvaardig God. Die teurend over alle zonden, over de kleinste. En die zo heilig is, zo onberispelijk, zo zuiver, dat hij nog niet ene zonde kan miszien. Ene zonde, was maar in gedachten, heeft hem naar zijn goddelijkheid ertoe verplicht. En er moest God blijven om God te kunnen zijn. Om die hele wereld, om die ene zonde te verdoemen. Zo krijgt een ontdekte zonde God te zien. En dus zelf in dat licht, geliefde. Kijk, het is zo'n groot verschil. Of je onder de erm van de prediking, dat kan ook. Onder de erm van de woorden die klinken. Toch een benauwdheid krijgt en dan gaat zoeken. Geliefde, al zou het nou helemaal niet waar zijn. Als de dokter zegt dat je ontzettend ziek bent. Nou, ik garandeer, u steekt alles wat die man voorstelt. Terwijl je misschien wel kerngezond bent. Maar in de schrik, hè. De schrik, hè? Daar heb ik nou een uit die schrik zonder kennis van zaken. Geliefde, daarom is het zo nodig dat uw ogen geopend worden. En dat zal ook de vraag en de bede zijn. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Als je dat nou niet ziet, dan moet je niet doen alsof je het wel ziet. En zo je jezelf maar bedriegen en doorgaan. En dan moet je zeggen, Heer, ik zie er helemaal niks van. En ik voel me ook geen verloren. En ik kan u ook naar recht niet toevallen. Want u heeft geen recht op het bestaan. Ik zeg dat wel, noodgedwongen. Maar ik ervaar dat niet. Heren, mag het nou eens waar worden? We moeten het eerlijk worden. We moeten het eerlijk worden in de kerk. We lopen iedereen aan onszelf te bedriegen. God niet hoor, dat lukt niet. Gewoon eerlijk zijn. Wat dat betreft, nou ja, toe. Je kunt zeggen van de kinderen en de jeugd wat je wil. Maar die zijn op dat stuk althans ontzettend eerlijk. Althans in onze dagen. Ogen geopend. Dan komt er een droefheid, geliefde. Een droefheid, omdat je dan de wereld ziet zoals die werkelijk is. Dan vallen de schellen van de ogen. En dat ogenblik, dat zul je wel nooit vergeten. Ik weet, het kan allengskens zijn. Hè? Dus van lieverlee, het is net als je zit in de kamer, als de kachel uitgaat, dan kan dat zo van lieverlee wat steeds kouder. En er is een ogenblik dat je bemerkt en dan ga je rillen. Dat is dat ogenblik, dat kan ook, hè, van lieverlee. Dan opeens de gewaarwording zonder God en zonder hoop in deze wereld. Kan een één keer vrieskou in je hart worden, in ene keer.
dat besef dat doorbreekt. Geen God voor mijn ziel, geen borg voor mijn leven. Hoe zou ik God ontmoeten? Ze heren vrij, maar ze kennen het allemaal. Het oog zichzelf. En dat ze de wereld van doorzien. Geliefde, en dan is de wereld geen oord meer van vermaak. Geen wingewest voor mijn ziel. Maar het is het oord. Dat is niet anders door de val geworden dan bezet gebied. Voelt u wel, dat is wel wat anders. Of je leeft in je lieve vaderland onder je eigen koning. Of je leeft onder een gemeen, hels, laaghartig. Vorst der duisternis. Dan kunt u niet leven. Als je de wereld krijgt te zien, niet alleen als bezet gebied, maar ook. En dan moet je straks eens dankdag vieren, mensen. Als je dat gezien hebt, wordt het anders. Hoor. Dan ga je de wereld ook zien als een wereld waarvan de bodem is vervloekt om de zonde wil. En die dan ook alleen maar door is en wissel zou moeten voortbrengen. Wat een wonder. Als er dan ook nog koren tussen groeit. Dan kunnen we dankdag vieren. Maar zo het vieren tussen nog nooit gevierd hebben hoor. Kijk, zo krijgt de kerk in de ontdekking de wereld te zien. Wie hier heerst. Onder Gods toelating zeker. Hoe de bodemgesteldheid is. En ook de atmosfeer, geliefde, die wij inademen. Is een perswalm van zonde. In en uit. Dat is sterk gezegd. Iets anders dan. Een pestwand van zonde, dat is de wereld. En zegt u, daar kan, en daar komt dat voor het eerst in het leven. Daar komt dat voor het eerst in het leven. Hè? Hier beneden is het niets. Weet je wat hij nog niet kan zeggen in deze toestand van ontdekking? Het ware leven, want daar heeft hij nog geen kennis van. Dat staat hij nog buiten, maar dit heeft hij geleerd. Hier beneden is het niet. Dan loopt die ziel alleen, moederziel alleen, ja moederziel alleen, over de wereld, hij heeft geen God. Hoe kun je nou onderscheiden van vleeselijke benauwdheid? Hoe kun je nou onderscheiden van een psychische gesteldheid die wij depressie noemen? Dat kan ook, want dan zie je ook alles somber. Er was een man, een kilometer of 30 hier vandaan, toen die in deze toestand kwam, dat is al wel een 70, 80 jaar geleden. Toen die, er was een landarbeider, toen hij in deze toestand kwam, toen die droefheid naar God in zijn ziel kwam, weet je wat er toen gebeurde? Toen stond het koren op het land, stond te wenen. Als een mens dat hoort met zijn zogenaamde gezonde verstand, zegt hij, nou, toch is dat waar, mensen. Dan deelt alles in die droefheid. Dan ligt alles onder een rouwvloer. Dan ligt op alles de dood. De vraag was, hoe kun je dat nou onderscheiden van vleeselijke benauwdheid, van depressie? In de eerste plaats heeft het te maken met de smart die erin ligt. Dan is je hart eronder gebroken. Maar de mens gaat dan zien dat hij zelf de oorzaak is van al die begraafplaats. Al die ellende, dan is de mens de uitvinder van de zonde en de veroorzaker van de dood. In de tweede plaats, geliefde, komt er een ontzettende verliefdheid. Mag ik het zo zeggen? Verliefdheid, ja. Een liefde tot die onbekende God. Die God die die niet kent. En die nou nooit meer kan missen. Nou zeg nou eerlijk, geliefde. Is dat niet wonder, maar het is ook een wonder. Dat je nou heilig verliefd wordt op een wezen waar je niet kent en toch mist. Zo loopt hij over de aarde. En daar zijn de tranen gaan vloeien. Naast de andere tranen die ieder mens plengt. Vanwege de gevolgen der zonde is er nou een volk dat weer weten over de oorzaak en het wezen van de zonde. En die tranen vallen omhoog, die gaan rechtstreeks naar God. En weet je wat de Heer met die tranen doet? Die gaat hem allemaal bewaren. Die gaat hij allemaal bewaren in die fles. En weet je wanneer je naar huis mag? Als de fles vol is. Als de kerk de fles heeft volgeweten, mag ze naar huis. He? Daar is het begonnen. Daar is die bron van tranen ontsloten. Daar is dat oog gaan druipen tot God. Geliefde. En dat maakt de wereld tot een tranendal. Dat stemt die ziel droef. Want die wereld is zo geworden. Door zijn zonde. Omdat hij God heeft verlaten. En met deze wereld zal hij nu onder moeten gaan. Met de wereld en al haar begeerlijkheden. Ten onder moeten gaan.
Geliefde, en zo gaat de ziel treurend over de wereld. En dan is het waar, deze dingen, we stippen het maar aan vanavond, die kunnen nou in ene nacht gebeuren. Kan ook zijn dat de Heer zomaar 10, 20 jaar met een mens op deze wijze handelt. Ook daar is God vrij. Ook daar is God vrij. Hè? En dat zeg ik maar, weet u waarom ik dat zeg? Omdat ik nog niet eens zo lang geleden hoorde, dat was hier ook in de buurt, hè, van iemand in wiens leven de Heer in 3 dagen was doorgetrokken. Dat is kort, hè. Kan ook in 3 uur trouwens. In 3 dagen, maar ja, weet je wat er dan gebeurt, en dat had ook mij kunnen gebeuren hoor. Want ja, een mens die zegt zoveel dingen waar hij ook niet bij nadenkt, dan komt daar op een gegeven ogenblik een prediker. En die zegt, nou ja, tegenwoordig zijn ze in 3 dagen bekeerd, hè. Ja, maar dat vroeg bij die man naar binnen. Die zegt, dan zal ik dat wel zijn, hè, dat zal dan wel niks wezen. Het zal wel 30 jaar moeten zijn. Kijk, dat zijn nou van die dingen. Dat komt goed, hoor. Dat komt goed. Het is trouwens opmerkelijk, hè. De godsdienst, die zou het naast zich neerleggen. Maar bij een kind van God, hè, dan wordt het altijd op zichzelf aangetrokken. Dan trekt hij het zichzelf aan. Die zegt, dat zal wel voor mij zijn. Dat zal wel voor mij zijn. Dat is ook een kenmerkje, hoor. Maar dat moet niet, hè. Vooral in die eerste liefde kun je misschien wel zeggen, nou ja, dan horen ze toch niks. Dat is misschien wel zo. Maar het kan zoveel duisternis bij een mens brengen. Kan in 3 uren, mensen. Kan in 3 dagen, kan in 30 jaar. De Heer is vrij. Maar deze dingen gebeuren wel. De gratis hier als een gebogen biezen over de wereld. Hij leeft zonder God en dat is geen leven. Dat is geen leven. Nou is met alle mensen zo. Dat is niet om uit te houden. En dat is altijd krachtens een werkverbond. U weet wat een werkverbond is, niet waar? Daar zijn wij in gesteld in het paradijs, in het werkverbond. Dus om te werken, om de zaligheid door arbeid te verdienen. Dat is werkverbond. Nou, dat zal niet meer kunnen, dat weet je ook wel. Hè? 31 oktober, 1 november, u heeft ook reformatiedienst deze week. Van harte in uw aandacht aanbevolen, geliefde. Dan zal dat flinken, niet door de werken, maar nou is het met een mens, dat kun je allemaal wel zeggen, maar je kan net zo goed tegen die steen praten. Hij neemt dat wel op, maar beseft het niet. En hij gaat toch aan het werk. Toch aan het werk. Hij kan in die benauwdheid niet leven. Dat moet opgelost worden. Dus een mens die gaat aan werk. En dan weet u wel gelezen wat hij gaat doen. Die gaat onherroepelijk trekken naar een prediking waarin deze zaken worden verklaard. Waarin God op het hoofd wordt verheerlijk en de zonde op het diep wordt vernederd. Dat is de prediking waar nou alle roem is uitgesloten. Waar God alleen de eer gaat ontvangen. Waar die mensen volkomen buiten gezet wordt. Die prediking is hem lief, maar hij begrijpt hem niet. Hij trekt erop aan, maar hij verstaat het niet. Maar hij moet er wel zijn. Vervolgens krijgt hij betrekking op het woord van God, op het volk van God, op de instellingen van God. En die zijn hem dierbaar en dat is echte, dat is zuivere liefde. En hij hangt aan de lippen van Gods kinderen als ze hun werkje nog eens mogen verklaren. Zijn die er nog in niemand er? Die kunnen vertellen waar de Heer hem vandaan heeft gehad. En wat een wonder aan de ziel is gebeurd. En dan zitten ze erbij. En dan voelen ze zich de ongelukkigste. En toch dat ze nog mogen horen. En het schreeuwend hart, Heren, dat het leven ook mag hebben. En zo gaat het door. U zegt, dat is goed, dat is zeker goed. Maar weet u wat het grote gevaar is? En dat kunnen we niet genoeg tegen elkaar zeggen. En dat is de fout die de mens nog altijd maakt. In alle stukken, tot het uur van zijn dood. En dat weet hij hier nooit af. Weet u wat? Om van het middel het doel te maken. Het middel, wel, dit is een middel, de prediking. Aangenaam gezelschap, dat is onderwijs voor de ziel. Hè? Maar weet je wat hij nou doet? Dan gaat hij van dat middel, gaat hij het doel, het einddoel maken. En dan gaat hij rusten in deze prediking. En dan mag hij met genoegen opgaan onder dat woord. En daar ligt nu zijn rust. Dan mag hij zo met genoegen is die avondjes meemaken als ze daar gezelschap hebben. Hè? En dat zou zijn leven, een rusten in de middelen. En dan mag hij zeggen, oh, ik heb toch zo genoten. En ik heb die preek zo mogen opluisteren. En dan leest hij van de zoetigheden, van de middelen. En hij staat er buiten de middelaar. En heeft het doel uit het oog verloren. En daarom is het in Gods grote, grote wijsheid.
dat die mens steeds weer van die bedjes, sofa's, rustbankjes afhaalt, het wegneemt. Verder vriend, ja dan zit ik zo heerlijk, zo aangenaam gesteld, zeggen we, aangenaam gesteld. En dan opeens is het koud, zeg, wat is dat nou zo? Ja, maar je kunt hier niet blijven zitten, vriend. Daarheen ben je al thuis dan. Je neemt toch geen voorschot? Begrijpt u wel of begrijpt u het niet? En daarom neemt God het weg. Dit is de rust niet, die ligt elders. Maar een mens wil nog altijd hier tot rust komen en dan kan hij in alle middelen gaan rusten. Genoeg geliefde, tot de Heere hem daar brengt waar hij nou gaat zien. Dat al ze genieten en al ze luisteren en al ze goede uurtjes niet anders is dan nog steeds zichzelf bedoelen. O zeker, geliefde, er zijn dingen gebeurd en die kunnen niet gemist worden, laat dat ook helder zijn. Zeker als voor zo'n ontdekte zondag. Het gebeurt. Dat is een wonderlijke gebeurt. En dat nou de vader de rechter, die toornig is op die zondag die er loopt in Numansdorp, die zijn ziel bij het leven niet kan houden, gaat openbaren de zoon van zijn eeuwige liefde. Als in de prediking of thuis in de overdenking de hemel open gaat en die schoonste de mensenkinderen wordt getoond, die doorboorde handen zo'n kracht, zo'n liefde uitstralen. Als daar dat middelaarshart wordt aanschouwd, dat zo komt van zondagsliefde, als die gewilligheid wordt waargenomen, als die borg voor je komt te staan, komt herbaard, allen die vermoeid en belast zijn, en dan ben je zo moe, van de mensen, van jezelf en van de zonde, kom herwaarts op mij, o die lieflijke nodiging, dan schreef het ook in je hart, geef mij Jezus, want die moet je hebben. Dan word je ziel zo uitgelost, om naar hem toe te vallen. Al die dingen. En dan kan de zoetheid liggen in een geopenbaarde Christus. Maar met dit alles, we zeggen het nog een keer, staat er nog buiten de zaak en voor de zaak. Voor die grote zaak, dat bloed van Christus in de toepassing aan zijn ziel. Geliefde, en daarom met eerbied gesproken, ja, de Heer, ze kinderen voort van de ene rustplaats, laat me nou eens even rusten. Denk dan nog niet, is het dan nog niet goed? Dat hebben ze wat gezucht is. En dan weer ontdekt. En dan kun je wel eens boos zijn. Hè? Boos op een leraar. Die van de kant je toestand verklaart. En je gebrek blootlegt. En dan, oh, dan briest het van binnen. Je zou zo'n man van de kant willen sleuren. Laten zich je heren danken. Dat ik het mogen zien. Het was nabijkomend. Maar het was nog niet. Zo gaat dat. Tot het ogenblikje dat ze nou van alles worden afgebracht. En al die middelen verlost om in de middelaar te komen. Dat is dat gezegende ogenblik geliefd als de nacht op het donker is. Als een mens een doodsvonnis onverwaardig moet ondertekenen. En ook verloren gaat als het nacht wordt op het donker. Dan gaat de morgenster op. Geopenbaarde Christus. Dan gaat de dag aanbreken en dan het allergrootste wonder. Als de zon de gerechtigheid opgaat. En na een geopenbaarde Christus. Een geschonken borg. Het deel wordt van je ziel. Ben je daar gelukkig? Daar ben je onuitsprekelijk gelukkig, geliefd. En daar hebben we geleerd dat er een eeuwigheid moest zijn. Want die eeuwigheid die boezemt alleen maar angst in, hoor. We hebben het zo samen nog gezegd voor de dienst begon. Er is een tijd geweest dat je de eeuwigheid haat en de tijd lief had. Dat wordt anders. Dan mag je blij zijn dat de tijd voorbij is. Dat de eeuwigheid zal komen. Want deze Christus, God in Christus, vraagt een eeuwigheid om van te genieten. Dan moet er een eeuwig, met eeuwig gesproken was er geen eeuwigheid geweest, dan moest hij alleen al daarom komen, om dat wonder en wonderen niet uit te kunnen wonderen, om in de eeuwigheid God toe te vallen, eeuwig in die liefde mogen komen, eeuwig in die wil van God te liggen besloten. Daar is de eeuwigheid zo profijtelijk, zo heerlijk, zo aangenaam geworden, eeuwig God in Christus toe te vallen. Geliefde, je zou zeggen, daar zullen de tranen gedroogd zijn, nee. Daar zijn ze misschien wel van kleur en van geur veranderd. Daar zijn ze misschien wel overgegaan in een grote verwondering. Daar zijn ze overgegaan in aanbidding. Die kunnen ook tranen van aanbidding zijn. Dat een mens het geluk niet op kan. Maar één ding is zeker. Als nou de Heer zijn kerk bij de hand neemt, dan gaan ze verder. Dan zouden ze wel in die liefde kunnen en willen sterven. Maar er moet nog wat geleerd worden. Het reisgebied door.
Wat dacht u? Als de wereld voor Gods kind geworden, maar die nu doorheen trekt, nou, maak als verleid aan het al, ja, nu niet meer in het stuk van de ontdekking, alles met die ziel meegevallen, alles in de dood, maar nu leert hij de wereld kennen in haar vijandigheid, niet alleen tegen de levende God, maar ook tegen zijn levensgemaakt volk. Nu krijgt hij die weg die wij dan wel noemen, strijd, dag in dag uit, tegen de wereld van binnen en de wereld van buiten. Strijd met al die wurmslangen en al dat andere gewoedsel daarbinnen. Strijd, wel, maar niet mee, zeg maar, dat kortje, maar niet mee, maar niet mee. Met de wereld, spelbreker, met de kerk, doorgezakt, afgekeurd, overal afgekeurd. Overal afgekeurd, in het ergste misschien, zijn die mensen nog gelijk moet geven ook. Afgekeurd, hoe vaak heb je jezelf niet afgekeurd? En dan komen opnieuw de tranen. Heer, dan is het zeker niks geweest. En wat nou allemaal beleg? Maar u heeft toch gezegd tegen uw volk, nooit te zullen verlaten en te zullen begeven. Met mijn God spring ik toch over een muur. Ik kan nog geen meter vooruit komen leggen. Geen gedachte, goede gedachte van uw vorm. Het is alles zo tegen mij. Heb ik er wel eens wat genoten, ben ik het zo weer kwijt. Hoe heb ik het nou? Voelt u wel, dan gaat u weer wenen. Over zijn eigen ongelovige, onbekeerde, onvolgzaam hart. Dan komt er een droefheid over de wereld. Want die krijgen elkaar op te zien in het licht van de eeuwigheid, geliefde. Over al uw onbekeerde medezussen. Ik weet, het kan niet altijd. Maar soms breekt je hartje wel eens onder. Zeker als het over je eigen kinderen gaat. En dan krijg je ook de wereld te zien, zoals David het zei. Ik ben bedroefd, waar was die man bedroefd over? Over een wereld liggend in de boze. Verstaat u, zo gaat de kerk wenend voort. En zonder dat beseffen, zonder dat te beseffen altijd. Was zo dat werk God nou nat gehouden. Nat gehouden. Al wenend gaan zij voort door Baka's verleg, liefde. Totdat de fles vol is. Dan komen ze naar huis. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Baka's verleg. Als zij door het dal de moerbezie bomen doorgaan. Geliefde, zo gaat de kerk wenend voort. En dan is de vraag, hoe dat dan kan? Hoe is dat dan mogelijk? Als dan alles, u kent die doodsvijanden al van de kerk, ik hoop dat u ze kent. Dat is ook dat. Hoe kom je daar doorheen? Want een onbekeerd mens zegt de wereld mee. Maar een levensgemaakt is, die leeft alles tegen. Nou, hoe kom je daar dan door? Door wat nu is geworden, een vijandelijk gebied, waar de duivel tekeer gaat. Zo gemeen, zo laaghartig, zo intens, laag bij de grond. Het allerergste, als een kind van God op zijn sterfbed ligt, en ieder weldenkend mens zou zeggen, nou laten we dat. Kijk, als je schuldeisers zou hebben, dan zouden ze niet bij een stervend mens komen. Hebben ze nog zoveel fatsoen dat ze zeggen, nou, die man die gaat sterven, dan zullen we niet lastig vallen met, dat zullen we de nabestaanden dan maar doen. He? Dat heeft de wereld nog aan fatsoen, maar de duivel niet hoor, die springt er bovenop. Dat laatste benauw. Kijk, als je dat nou weet en al die dingen meer, hoe kom je er ooit doorheen en stellen hem tot een fontein? Stellen hem tot een fontein. Dat is de reiswijs. Fontein, dat is een bron. Dus zij krijgen kracht, genade, liefde uit God. En ja, zegt hij, waar anders uit? Nou, dan heb je dat weer. Hè. Ik denk wel eens, de prediking is een gevecht met woorden. En zielzorg is een gevecht met woorden. Maar we zijn het er allemaal mee eens, allemaal mee eens. Maar we begrijpen er zelf niks van. Zo vaak op bezoek geweest. En zeker in de eerste jaren nooit begrepen. Ik vond mensen wel eens ondankbaar, tenminste die mensen die iets van het leven kenden. Je had altijd het idee dat je daar, nou, ze lieten weer wel in je waarde, maar ja, net alsof waar jij daarmee kwam voor die mensen geen nut deed. Hè? Hoe moet ik dat nou zeggen? En dan zeiden zo'n oude vrouw,
Ja, zo meneer, dat is allemaal mooi bedoeld hoor, maar de Heere moet overkomen. Dan dacht ik ook, nou, ik zit toch hier om mijn best te doen. En dat is ook weer niet goed. Nee, maar dat is nou wat hier staat. Dat is nou wat hier staat. Wij mogen wel eens het bekertje zijn. En het emmertje dat God vult met zijn genade om anderen te laten drinken. Hè? Maar meer dan een beker zul je het nooit brengen. En zelfs dat is even groot verwaardigd door God te mogen worden. Uiteindelijk moet de kerk het hebben van God zelf. Die bediening. En stellen hem tot de fontein. Nee, dat is niet een minachting van de middelen. Begrijpt u me goed? Want dat ligt allemaal wel onderscheiden. Maar als u dat maar begrijpt. Stellen hem. Het is die mensen God te doen. En als u nou zegt tegen mij, ja, maar als ik het zo hoor wat in uw leven allemaal gebeurd is, zal dat wel goed komen. Zegt man, daar heb ik niks aan. Als God dat nou zegt, dan kan ik het geloven. En stellen hem tot een fontein. Kijk, daar worden ze uit God bediend. En daar ligt het gemeente van Numansdorp. Daar worden ze uit God bediend en stellen hem tot een fontein. Hoe doen ze dat? Dat is het gebed. Wat is gebed? Aanroepen. Aanroepen. En stellen hem tot een fontein, dat wil zeggen dat zij die bron aanroepen. Zij spreken de bron aan. Dat zeggen wij trouwens in het gewone leven ook wel eens, iets aanspreken, dat betekent er gebruik van maken. Nou, dat is het woord, maar dat is nou hier letterlijk waar. In de aanroeping van de bron gaat die bron open en stromen. Stelt God dat hart open. Dus dat is ene, de reiswijze. Hoe gaan zij nou door dit reisgebied? Hoe gaan zij die wandeling die tegelijkertijd met alle zwaardigheden en aardigheden die er zijn, ook een vermakelijke wandeling naar de hemel is en borst is? Hè? Hoe gaan zij die weg nou voorbrengen? En stellen hem tot een fontein en de regen zal hem gans rijkelijk overdekken. Dat zijn twee dingen. Je kunt ook in het gewone leven op twee wijzen aan water komen. Niet waar, je kunt zelf een bron aanboren, een kraan openen of anderszins water nemen. Maar het water kan ook ongevraagd zomaar uit de hemel neervallen. Hier zit u in het geestelijke leven. Tweeërlei bediening, daar kan op uw noodgeschrei God zijn hart de bron openstellen. Maar het kan ook zijn, en vergis ik me niet. Dan is dat nog wel eens een keertje waar in het leven van de kerk. Dan hebben ze voor hun eigen gevoel geen gebed meer. Geen zucht meer naar de hemel. En dan kan het nooit meer goed komen. Dan gaat het zomaar regenen. Ik zeg zomaar, dat is geen goed woord. Maar ze hebben er niet om gevraagd. Het was wel een stille verzuchting misschien. Maar soms hadden ze nog niet eens een zucht meer. Dan gaat het zomaar regenen. En dan weet je weer wat God is. Een verrassend God. Die een biddeloze zomaar overdekt, verkwikt en die regen tot zegen trekt. Dat kan nog zomaar gebeuren. En zo is het dat een bediening op dat gebed. En dat is een bediening om zomaar te zeggen buiten dat gebed allemaal wel. Laten wij voorzichtig zijn. De kerk moet altijd bidden en niet vertragen. En als er een gebed is, dan is het toch een gebed om een gebed. En bidden kan die toch niet meer laten. Hun leven en mijn ziel. Geliefde, en stellen hem tot een fontein. De bron is God, uit hem bediend, in de weg van de gebeden hem aanroepen en benodigen. Geliefde, dan gaat de bron stromen, altijd zoveel als de Heere wil geven. Dat klinkt, ja, hoe klinkt dat? Nou, dat klinkt zo, zo is het althans bedoeld. Dat klinkt zo, getuigd van goddelijke wijsheid. Wat hij nou precies nodig heeft, daar die ziel, die kan ineens een vrouw kruimeltje. Daar twee kruimeltjes. Maar het is allemaal evenveel, maar het is allemaal voldoende. Het is allemaal vol van goddelijke liefde. En dat is een kruimeltje al meer dan alle schatten van de wereld. Hij geeft, soms overvloedig, soms zoveel dat een mens het niet kan bevatten. Zoveel dat het wel eens gebeurd is. Dat een dienstknecht des Heeren op de kansel stond. En zoveel van de liefde God krijgt dat zijn beker, zijn emmer, zijn hart en zijn leven overliep. Die man die kon geen woord meer uitbrengen. En het zat er één in de kerk die ging bidden, want die had in de gaten. Heren, temper uw liefde. Er kon niemand meer spreken. Begrijpt u?
Daar was het waar, en start op hen een milde regen. Een regen die hen overdekt, verkwikte hen tot zegenheid. Straks zat even regen. En stellen hem tot een fontein, dat is de wijze waarop ze spreken God aan. Dat ziet op dat gebedsleven, dat aanroepen van de naam des Heers. Geliefde zoden, smeken door het leven. En bij ogenblikken verraderd wat er allemaal uit de hemel valt. Dat was uitgedaagd, ook dat uitgedaagd door de hemel. Als ze weer eentje rondlopen in een dorp die de Heer verdenkt dat hij maar een kare God heeft, die zijn hand inhoudt en zijn licht inhoudt. En dan gaat God zeggen, ziel, nou daag ik u uit. Hoe dan? Nou, dan mag u me uitdagen. Hoe dan, heren? Nou, beproef mij dan. Dan zal ik de vensters van de hemel openzetten, dan zullen u schuren. Uw bekers, uw emmer en alles wat u nog meer aanbrengt. Zullen mijn genade en mijn liefde niet kunnen bevatten. Alles zal overstromen. Voorsmaak van de eeuwige gelukzaligheid. Overstelpend goed, geliefd. Dat zijn Elims. Hè? Elim, ben ik daar vanavond? Wat zijn Elims, daar kan de bron zo overvloedig stromen. En dat is bij voorkeur toch geliefd, als ik me niet vergis, ik zeg het maar weer voorzichtig, de kerk. En ik wil toch wel een pleidooi voeren voor de kerk. Zomaar even een uitstapje, mag het? U zegt, ik verwacht niet anders van u. Nou, dat is waar. Daar hebt u recht op, maar ik wou het maar zeggen. Want we zeggen tegenwoordig, en ik zeg niet dat het niet zo is, maar we zeggen tegenwoordig, ja, het is allemaal donker. Het wordt minder, het wordt kleiner, en dit en dat, en dat is waar. He, zo ook over heel Nederland gesproken. En er wordt al gezegd door deze of gene, er is geen bediening meer. Ik vind dat allemaal ontzettend lastig. Ik vertrouw het niet van mensen die kennelijk alles weten. We hebben een voorbeeld in de Bijbel. Elia die wist het ook allemaal precies. Die dacht dat hij de enige nog was. Het waren de 7000. Dat is 7000 meer dan één. En dan kunnen we zeggen dat is nog niet zoveel. Maar die man heeft er toch 6999 over zijn hoofd gezien. Ik bedoel, dat moet je maar niet te gauw zeggen. Maar even de zaak waar het om gaat. Er is geen bediening meer. Ik zal het niet durven zeggen. En dan zien we door hier en daar horen we het ook wel. Dat mensen dan maar de kerk wat gaan schuwen. Want dat is dan toch niks meer. Volgens sommigen was dat bij de groe over. Van de groe. Die deed het deurtje toe. Was klaar. Nou ja goed. Anderen hebben het ook wel gezegd. Wees er voorzichtig mee. En dan kom ik weer terug bij mijn tekst. Want als ik me niet vergis. Is dat toch de plaats waar God bij voorkeur de bron laat stromen? Dat is wel de kerkdienst. Maar de woorden Gods worden gesproken en uitgelegd. Geliefde, en dan moet je dat toch maar zijn. Hè? Ja, en stort op hen een milde regen, maar dan moet je niet, om zo te zeggen, onder de paraplu gaan zitten. Hè? Want dan kun je wel zeggen, wie nat wil worden, moet in de regen lopen. Maar we kunnen ons ook keurig indekken tegen alle mogelijke weersinvloeden. En ook tegen het verslechterende klimaat in de kerk, dat we zeggen, nou blijf maar thuis. Dat is niet de weg, vrienden. En als die tijd gaat komen, zal de Heer dat wel openbaren. Dus, Elims, toch bij voorkeur in de kerk. Geliefde, en dat kan al een prediking op zich zijn, en dat mag niet. Maar toch niet. Wat is dat dan? He, dat je in de kerk zit, want ja, kinderen, laten we eerlijk zijn, kinderen, grote mensen. He, ja, de kerk, ja, je durft er niks van te zeggen, maar er wordt wat geslapen in de kerk. En wat gesoest en geknikkebond. En wat op het horloge gekeken, en dan denk je, nou ja, wat stroomt hier dan voor een bron, zal bij mij liggen, dat zal heel goed kunnen trouwens. En wat zal dat dan zijn, hoe zit dat dan met die bron? Nou, met die bron, met eerbied gesproken, zit het wel goed hoor. Maar stellen hem tot een fontein, en dan kan het waar zijn, buiten dat roepen om, dat God toch wel eens laat regenen, dat weten we. Dat zou toch zo'n wonder zijn, dan regent het van binnen ook hoor. Maar de regel, hè, de regel, dus hier zijn, hoe? En stellen hem tot een fontein, o God, dat we vanavond nog eens een druppeltje en hele grote regen bij meneer Bito. Ik zou nog een vallen te genezen van nu maar zelf. Ik had uw gebed, uw verzuchting. Dat ik nog eens vanavond mijn naam mag horen. Mijn zaak verklaard. Mijn leven. Uzelf. Ziet u wel. Nou, hoe ga je op, hè?
dan kan het hier zijn dat de bron gaat stromen. Alang de aanvang van de dienst als een mens helemaal uitgeblust, zijn zaak opgegeven, gaat voor de laatste keer naar de kerk en dan komt hij daar en alleen als dat daar binnen slaat, laat niet varen. Hij had net bedankt, zijn lidmaatschap nog net niet opgezegd. Het zou niks meer met die man worden, ik stop ermee. Laat niet varen, slaat dat naar binnen, dan heb je een kerkdienst gehad. Ofwel de dienst niks gehoord, hè, en als die zegen van de drie enige God op je gelegd wordt. En de vrede God die alle verstand te boven gaat binnenkomt. Dan krijg je nog een dienst erachteraan. Als je in de kerk zit en de middelaar wordt verklaard in zijn liefdesgangen. Het zijn liefdesgangen. Als je de kruis in de hof van Gethsemane, je ziet dat bloed afdruipen op de grond voor één. Die niet anders gedaan heeft dan zijn God tergen. Met eerbied gesproken het bloed onder zijn goddelijke nagels vandaan gaat. En voor zo één wordt daar dat bloed vergoten. Als je die borst ziet kruipen. Geen mens meer. Een worm. Voor één. Die als een koning op zijn troon zit te pronken met zichzelf. En die ander daar vernedert nog minder dan een mens een worm. Om die koning van zijn troon te krijgen. En aan de voeten van die ene ware koning neer te leggen. Wat een liefde God daar heeft geschonken in de zoon van zijn liefde. Wat een werk die borg heeft, ook nu nog vanavond, om u zijn lieflijk in te winnen voor zijn dienst, voor zijn genade. Oh, dan kun je toch vertederd worden, dan houdt de tijd op en dan zeg je, man, praat maar door. Hoe dan heeft hij zin om naar huis te gaan, hoor. Maar als die bron gaat stromen, als God erin meekomt, dan kan het wel lijden, of niet? Dan kan het lijden. Voorsmaak van de hemelse heerlijkheid. Geliefd als je ziel verklaart. Als je mag verstaan dat al datgene waar tegen je briest niet anders is dan een lieflijk gewicht dat God aan je leven hangt om je op de plaats te houden. Dan worden mensen droog of stoven, ik kan het allemaal niet zeggen. Maar één ding, wat kan die bron dan schrappen? Dan zou die bron dan maar niet eens aangeroepen. En zo opgaan tot de kerk en ook onder de dienst maar zuchten. En dan zou je bij die ene moeten zuchten, ik zeg het maar eerlijk hoor. He, dat het emmertje maar niet zal overlopen en bij de andere heren het emmertje maar eens volmaken. Maar dat geeft niet, zul je erom binnen. En stellen hem tot een fontein. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken, geliefde. En zo gaan zij, we zijn nog niet toe aan het reisdoel. Zo gaan zij van kracht tot kracht steeds voort, dat is dan... Wat ook nog bij die reiswijze hoort, dat u voelt het wel, we stippen het maar aan vanavond. Zo van kracht, zo uit die bron bediend, van kracht tot kracht, en dan komen we op het punt hoor. Want ik hoor ze wel mopperen. Kinderen van God, brommen, grommen, niet verenigd met God, zwalkend, doelloos, stuurloos, hopeloos. Komt dat? Komt dat? Nou, dat staat hier, van kracht tot kracht. En dat willen ze niet. Wat willen ze dan? Ik heb het over kinderen van God. Wat willen ze dan? Voorraad aanleggen. Grote voorraad, grote reservoir. En elke dag zelf wat halen. Dat is het gewone leven ook zeer aantrekkelijk. Stel je voor, dan hoef je nooit meer naar je baas toe. Hè? Stel voor je morgen niet naar het werk, niks doen. Thuis heb ik zoveel geld liggen. Zo schat, ik ga naar de kast. Ik haal er wat uit, ik betaal de bak en de melkboer. Al het andere, alle rekeningen betaald. Ik ga mijn stoel zitten, heerlijk, makkelijk toch? Nooit meer naar het werk. Die baas die ziet mij niet meer. Dat zou iedereen wel willen hier, of niet? Dat weet wel, er zijn mensen die hebben geen hekel aan werk, daar gaat het nu om. Maar daar zou je wat anders kunnen doen, bij wijze van spreken, wat aangenamer is. Nou, zo is het geestelijk leven ook zo, hè? U wou niet meer naar uw meester. Niet je hand ophouden, geen spijt meer. Geen gebogen knieën, geen zuchten meer. He? Het moest zomaar komen, hè? Het moet elke dag regenen, nietwaar? Of u moet er zelf over kunnen beschikken. Voorraad, en uit uw voorraad uzelf bedienen. Zelf bedienen. God niet meer nodig. Geen werkgever meer. Geen knieënwerk meer. Zo zou het wezen, mensen. Zo zou het zijn. En dat is nou wat hier staat. Dat zal niet gebeuren. God kent de kinderen. Hij kent ze door en door. En met eerbied gesproken. En wat ik zeg, dat moet je ernstig nemen hoor.
Dat gaat niet buiten de eeuwige voorzienigheid Gods om. Nee, zeker niet. Maar toch, hij heeft het één keer gedaan, de Heer. In het paradijs. Versierd met kostelijke gaven. Toen heeft hij het, heb ik het verbruikt. Verzondigd. En God heeft leergeld betaald, zou ik zeggen. En ik weet, dat klinkt wat. Toch zou ik het maar willen noemen. Met alle eerbied, nogmaals. En niet buiten de voorzienigheid Gods om. God is niet verrast door onze val. Nee, dat niet. Maar toch, leergeld. Weet u wat het gekost heeft? Zijn eigen kind. Zijn eigen kind. Dat heeft God betaald. Dan geeft hij geen tweede keer in handen hoor. Dan kun je iedere dag komen halen. Iedere dag kinderen je portie halen. Niet proberen meer mee te nemen. Dan voor één dag of voor één uur of voor één seconde. Wat doet het ertoe? Toereikend is. Precies wat je krijgt, dat zal voldoende zijn. Zou hij niet weten? Zou hij niet weten? Ja, wij brommen dan en zeggen, nou heren, dat is te weinig. Kan met deze kerk niet misschien een uurtje verder? Ik weet het niet eens. Dat is te weinig. En ik zit nou al, hoe moet dat morgen dan? Want ik weet een beetje, morgen dan komt er weer een dag en dan komt er al alles op je af. En een beetje meer dat ik morgen er ook mee door kan. Weet je, zo tergen wij God. Wat is de zaak dan nou? Nou, die is al heel oud. Woestijn. Iedere dag mannen. Op je knieën oprapen morgen weer. En niet meer willen meenemen. Dat rot weg. Dan moet je iedere dag komen. Van druppel tot druppel. Van kruimel tot kruimel. Van kracht tot kracht. En van klacht tot klacht. Ja, of van klacht tot klacht. Zij zijn man en zegt, ben zo blij dat het staat van kracht tot kracht. Die dominees van ons zeggen altijd van klacht tot klacht. Maar dat gelukkig te staffen. Ja, man, je begrijpt er ook niks van. Wat klaagt een levend mens? Die klaagt over zijn zonde. Dus dat hoort er ook bij. Niet waar? Nee, die klagen over God. Over zichzelf. Over God heeft niet te klagen. Van kracht tot kracht. Geen voorraad. Iedere dag komen. Precies genoeg rijden. Meer is ons niet toevertrouwd. Geliefde. Zo houdt de Heer zijn volk kort aan de grond. En dicht bij zichzelf. En dat is profijt van deze gang. Iedere dag op die knieën. Om de reis te kunnen volbrengen. Vandaar dat weer een knipje in de kaars gaat. Zullen we ineens voortrijden. En morgen is Heer, het is daar weer op. En dan kijkt de Heer wel eens over zijn schouder heen, met eerbied gesproken naar zijn kinderen en zegt, oh, klagen. Dan zegt de Heer, mag ik eens wat vragen? Echt waar, hoor, dat zegt hij. Heeft het u al iets ooit ontbroken? Nee. Nooit iets tekort gekomen? Nee. Nou, wat klaagt hij dan? Zit nou weer te bedenken of het morgen wel te krijgen. Zo tergen we God. Maar God, geliefde, houdt er de hand aan. Opdat we toch een keertje zullen leren. Bij de dag. Te leven. En gaat een kracht tot kracht steeds voort. Voort. Geliefde. Ach. Voort. Nee. Achteruit. Wat? Achteruit. Ik ga niet vooruit. Ik ga achteruit. Zegt die mens in de kerk. Geoefende kinderen van God. Die zeggen wel eens. Het wordt steeds minder. Hoe kan dat dan? Hier staat, maar ja goed, het staat er niet letterlijk, maar we zingen het wel. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. Nou, zegt kind van God, mij gaat achteruit. De dokter vraagt, hoe gaat het? Het wordt steeds minder. Ja mens, kijk, we verstaan ons eigen leven niet. Maar als het waar is. Nou, luister eens. Als het waar is, hoe is het dan? In het begin, dan denk je veel aan wat er gebeurd is. Je begrijpt het niet allemaal. Het heeft niet allemaal nog zijn plaats gekregen. Vooral als iemand niet bij de waarheid is grootgebracht. Dan weet hij gans en al niet wat er allemaal met hem gebeurt. Net als een vrouw die geen voorlichting heeft gehad. Die weet niet wanneer ze in verwachting is. Wat dat wel mag betekenen. Tegenwoordig weten ze alles. En dan zegt de Rebecca. Dan zegt die moeder. Hoe ben ik al dus gesteld? Goed. Er komt een tijd. Dan kunnen ze uitpakken. Dan kunnen ze ervan vertellen. Met smaak. En steeds weer. En dan gaat de mannetje, de vrouwtje zo verliefelijk omhoog. Kijk, en dat moet nou afgelopen zijn. En daarom haalt de Heer zo vaak de kracht eruit.
En wat zie je dan? Dan wordt het allemaal minder. Dan spreken ze daar niet zoveel meer over. Ik heb vanmiddag nog verteld van een oude leraar. Dat was oom Nimiras. En die vroegen ze ook eens een keer van, vertel nou eens wat. Er zijn mensen die horen daar zo graag. Hè. Om te keuren, om te genieten, ik weet het allemaal niet. Ik zou zeggen, zorg dat je het zelf kent. Maar goed, maar die dominee had dat in de gaten en zegt, mensen, wat er gebeurd is, zal ik je vertellen. Kom maar eens mee. Golgotha, daar is gebeurd. Voor Miras. Nou ja, goed, dat is het. Wat betekent dat? Ze moeten het steeds meer hebben uit die ander. En dan kan het aangenaam zijn, de dingen van vroeger nog eens op te halen, de dingen die gebeurd zijn, en die zul je ook niet vergeten. Maar als dat uw grondschap wordt, dan haalt God de kracht eruit, de bodem eruit. Want dan ligt in hem en dan gaat het steeds meer uit hem bediend worden. En daar zou die gaan. Ja, het gaat achteruit. En zo gaan ze vooruit weer. Het vatten kan die vatten het. Geliefde onze derde gedachte. Einddoel. Van kracht tot kracht steeds voort. En een iegelijk van hem zal verschijnen voor God in Sion. Dat is einddoel. Zo komen ze thuis. Door 1000 doden. Het gaat meer aan op de hel dan op de hemel. Zo komen ze thuis. Uitgeschud, berooid, maar eeuwig rijk in de God hun zaligheden. Maar daar komen ze. En geliefde, wat zou het te groot zijn voor de kerk als die ook hier mag zijn. Om eens dichter bij het einddoel te leven. Kinderen van God kunnen soms zo door die wereld, ja u zei dat zo van de storm, die bladeren het dwarrelt maar. Waar is jou die vaste gang? En niet gelijk, wij moeten daar eens mee stoppen. Altijd verdacht maken. Ik weet het wel, je kunt alles verdacht maken. Alles, natuurlijk. Maar zeg nou eens eerlijk. Zou dat niet het meest godverheerlijkend zijn? Als een mens nou een vaste gang mag hebben, hebben we er iets van gezegd vanavond. En ook juist dan een vaste gang, als dat doel zo helder voor ogen ligt. En die mag weten waar het heen gaat. En dat hij ook eens verantwoording af mag leggen van de hoop die in hem is. En wij zijn van die tobbers. En het lijkt wel alsof we dat tobben nog wel aardig vinden ook. Maar soms moet je toch afleren. Er was een collega die kwam ook op huisbezoek bij een totaal onkerkelijk mens. Maar ja, goed, die mag niet overslaan. Zeker niet, die moet die huisbezocht worden. Zielzorg tenminste betonen. Geen vriendjes erop nahouden. Kwam Jezus ook niet voor, die kwam voor vijanden. Dus die man die zat daar, ja, nou ja, die ging door naar de kerk en die geloofde nergens aan. En zegt, maar dominee, nou een andere vraag. Gaat u straks naar de hemel? Ja, gaat u straks naar de hemel? Zo is die maar vraag. En dan zeggen wij, ja, als ik me niet vergis, er is wat van gebeurd. En, hè? Ja toch? Maar die man, die collega, die voelde, dat kun je daar niet zeggen. Want die man die zou zeggen, nou wat kom je dan hier doen als je zelf niet eens weet? En toen moest je zeggen, ja. En toen dacht ik, laat dat nou eens meer zeggen. Want dat mag er ook wel eens gezegd worden. De hoop die in mij is, daar heb ik grond voor, daar zal het op aankomen. Ziet u wel, geliefde, dat is ook de vaste gang. En dat wil helemaal niet zeggen dat we nou hele dagen lopen te zingen, wij gaan ten hemel in de nerve koninkrijken. Maar als je er nou nooit iets mag van horen, is niet beter. Als je nou een vaderhuis hebt, en ze horen nou nooit iets dat je een vader hebt, nou. En als je nou altijd buitenshuis eet, zeggen ze ook van, heb je geen eigen huis soms? Of niet? Nou, ik kan maar zeggen. Maar goed, ik kan het ook alleen maar weer aanstippen. Het einddoel, dat is, en ieder van hen zal verschijnen, en ieder van hen, van dat volk, dat aan deze zaken niet onbekend is, gebleven, geen vreemdeling is gebleven. En de ene hinkend, zinkend, ieder ogenblik bereidt de ander, treedt wel eens rustig aan en die betreedt ook wel eens een even baan, maar dat kan ook, geliefde. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Psalm 62, zo mag het ook zijn. Maar hoe dan ook, ze komen er allemaal. De musjes en de zwaluwen, kijkt u maar naar, en de adelaars, ze komen er allemaal. Ieder van hen zal voor God verschijnen in Sion. Voor God, geliefde, voor God. En daar kunnen we niet spreken. Daar kun je niet over spreken. U zegt, kun je niet over God spreken. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet.
Ja, we preken toch over God. Ja, wij preken. Ene God, drie personen. Roepen om zijn naam over u uit te roepen. Om te proclameren dat die God die u geschapen heeft, recht op u heeft. En u zal treffen met zijn eeuwige vloek als u onbekeert. Dat is met afkeer van God uw leven zult beëindigen. Dat zullen we van God zeggen. Maar God bespreken kan niet. We vatten nog minder. We leven. Dat zal het straks zijn. Hier al een beetje beleven. Drie personen, ene God. Straks het feest van de liefde beleven. En ieder van hen zal verschijnen voor God. En dat is niet uit te drukken wat dat is, maar één ding. De kerk toch al wel hier verstaan. En ze verlangt ernaar om dat nou eeuwig te mogen smaken. Als ze iets van het aangezicht Gods in Christus hebben gezien. Daarvoor het eerst hebben gezongen. Gods vriendelijke aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht. Al dat recht starten. En dan moet ik het toch maar iedere keer zeggen. Ook tegen die mensen die zeggen. Wat heb je toch een zwaarwichtige kerk. Er nu maar zorg. Nee mensen, je verstaat er niks van. Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht. Het is een vrolijke kerk. Voor al dat rechte harten. Die zijn oprecht gemaakt. In wie ze zelf zijn geworden door de zonde. Wie God is in Christus voor hen. Eeuwig wonder. Ten troost gespreid in smart. En dat vriendelijk aangezicht, geliefde, daar niet op uitgekeken te raken. Zullen verschijnen voor God. In Sion moet dat er nog bij. Ach, dat is nou voor ons bevattingsvermogen. Om de zaak eens nog wat dichterbij te brengen, daar willen we ons mee afsluiten. Dat is groot, want wat is dan Sion? Dat is vaderland. Dat is de moederstad. Dat is de baarmoeder. Waaruit die kinderen zijn geboren. De goddelijke band. En dat is een wonder, geliefde. Dan zei Nicodemus een keertje in zijn onverstand. Zullen we dan in de wedergeboorte terug moeten keren. En nog eens uit moeder geboren moeten worden. Nee. Zijt gij een leraar in Israël. Maar kom. Hij heeft wel eens iets geleerd van de God van Israël. Uit God geboren. Om in God te eindigen. In die goddelijke band. Dan gaan we verstaan wat die dichter zegt in 122. Wat zegt hij? Daar staan, o God, staat onze voeten. Nou zegt u de natuurlijke leven, ziet het daarop. Die man is daar wel eens geweest, Jeruzalem. En dan gaat hij er weer naartoe en uit verlangen naar die plaats waar hij eerder geweest is. Zingt hij dat toe op. Hè? Daar staan, o God, staat onze voeten. Maar dat is ook in het geestelijke waar geliefde. Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, staat onze voeten. Daar komen we vandaan. Uit God geboren. Om in God te eindigen. In God te eindigen. In die eindeloze God. En in die eindeloze liefde. Te eindigen. Daar zal de rust zijn. Hier beneden is het niet het ware leven, lieve loof. Is maar waar men Jezus ziet. God in Christus. Daar de rust. Hier niet. Daar als de fles vol is. Alle tranen afgemist. Daar, geliefde Bakasvallei, achter ons. Om het onbetraande oog van God te aanschouwen. En in zijn liefde voor eeuwig weg te zinken. Als God zal zijn, alles en in allen. En de kerk snikt het wel eens uit. De laatste traantjes. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang nog? Dat ik mag zien uw aangezicht geprezen. En de Heere zegt nog een ogenblik. En dan haal ik je thuis. En is het flesje vol. Kom haastiglijk. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, het moet waar zijn. Hoe vaak verzucht de mens dat niet. En als u dan getuigenis geeft, dan is het waar. En dan praat de duivel het niet meer uit het hart. En de wereld niet uit het hoofd. Wilt u het waar maken voor al uw volk?
Maar wilt u ze ook vanavond grijpen? Die het nog bestaan om tegen zoveel liefde en licht door te gaan, dat het allemaal, dat we het allemaal mogen verliezen, jong en oud, klein en groot hier in het huis. Wat zal dat zijn om de God der liefde met gedurende vijandschap te bejegenen, om daar dan ook door de liefde de rekening eens van te moeten ontvangen, om buiten de liefde voor eeuwig te moeten leven. Heere, mocht de prediking bij alles wat u erbij voor heeft en dat heeft u volmaakt, en u zult ook doen, ook met uw woord van vanavond wat u behaagt, maar wilt u bij dit alles toch zeker dat doen, als het u mogen vragen. Die jaloersheid geven in het hart, om niet langer mee op te trekken. Met die schaar, die zichzelf maar wat moet inpraten. Met al die mensen die het maar blijven zeggen, vol blijven houden dat er hier beneden is. Hoofd naar beneden, hier is het toch wel. En ons los te maken van die schaar. Om ons te voegen bij die wandelaars en die struikelaars op de smalle weg. Bij dat volk dat eeuwig gelukkig is. Wel gelukzalig, dat zegt u. Zijn de oprechten van hart. En de reine van hart zullen God aanschouwen. Heren, reinig ons dan in het bloed van Christus. Doe verzoening over onze zonden. Wees ons allen God van nabij en goed. Om Jezus wil. Amen. Zullen we nog samen zingen van de 43ste psalm? 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid. Tot uw gewijde tent te weden, dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Dat derde vers van psalm 43. Neigt dan uw harten tot God te ontvangen, de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.